mijn hoofdtaak binnen Hermes. Probeer de zotte dingen te kanaliseren en stel die in dienst van de partituur en van het ensemble. In de realiteit zijn soms dingen wel wat anders dan componisten ze denken. Met oudere literatuur, dat is allemaal al eens een keer gedaan. Die jaartjes zijn eruit, die probleempjes, die weet je al. Dan heb je die rol niet meer om dat op te lossen. Terwijl nu, met die nieuwe muziek, je speelt een soort pioniersrol, een voortrekkersrol. Je krijgt die partituur als eerste. Je moet kijken of dat wel kan. Het kan meestal niet. Dat is al bijna een zekerheid. En dan probeert je, samen met degene die het gecreëerd heeft, in zijn hoofd, zo goed mogelijk een oplossing te vinden om dan tot een uitvoerbaar idee te komen. En ik denk dat dat nog meer soms de rol is, buiten het effectieve, het technisch spelen. Wat ik precies doe bij Hermes Ensemble, dat is slagwerk spelen. Daar begint het mee. Vibrafonen, marimbas, xylofonen, tomtoms, rototoms, gongs, tamtams, vingerpiano, ook al huistuin- en keukenspullen. Potten, pannen, we hebben het allemaal wel een keer gehad. We hebben soms ook shows en dan is er geen instrumentarium. Dan moet je met je body en met je handen. In de praktijk betekent dat je eigenlijk alles moet kunnen. Nu, dat kan natuurlijk niet. Dat is onmogelijk. Als we met Hermes een optreden doen, is dat voor mij geslaagd. Als je van het podium komt en je vindt van jezelf dat je er alles aan gedaan hebt, dat alles klikte.